Nee. Oh, we worden weer belemmerd in ons werk. Jongen, jongen. Lekker voor jullie. Synchroniseren met data van andere spelers. Jij moet dan eerst naar de McFishy, hè? Oh. Oh, even staan, flippen, maar even stil. Ja, want dan kan al die friet eraf. Oh ja. Enkel moet ik weer opletten dat niet alles dan dadelijk weer los, want dan gaat alles in, hè? En wat heb je nu allemaal bij je? En wat heb ik niet bij me? Suiker. Ja. Frieten. Chips. Even kijken, suiker. Honing. Krenten. Kijk, nou, zat ik, nou ben ik weer op mijn eigen boerderij. Druivensap. Ja, suiker maakt niet zoveel uit, want in de zuivel zit nog genoeg suiker, dus dat kan weg. Krenten, druivensap mag weg, krenten zijn voor de ontbijtgranen natuurlijk. Oké, en de honing ook. Ja, ik kan natuurlijk alles daar los als ik een beetje fout doe. Ja, krenten en honing zouden inderdaad wel voor de ontbijtgranen mogen, maar er zit ook nog wel genoeg in. Maar volgens mij kan je die daar niet los hoor. Oh. Ja, wat moet zo'n... Ja, hij heeft nog steeds niks aan die ene pellet gedaan. Nee, klopt. Oh, oh, ik heb het weer te goed voor mekaar. Oh ja, honing mag ook bij de McFishy. Kan ook bij de McFishy draaien. Krent ook. Druivensap ook. Ah ja, los je toch gewoon alles, geef jij. Ja, weet zeker? Heel even snel. Ja, er zit nog genoeg in, joh. Lekker makkelijk toch? Kan wel hoor. Mijn kart doet raar. Alleen mail niet. Mail moet je... Aha, die verschuift de verkeerde kant op. Iets gaat er niet zo goed. Mail moet naar de chipsfabriek voor de aardappelpannenkoek. Ga je me nou weer uitschelden voor pannenkoek? Nee, ik scheld je niet uit voor pannenkoek. Oh. Nee, ja, het zijn allemaal. U probeert er nou een crunchfriet te lossen? Ik niet hoor. Dat was al een uur geleden. Ik heb in ieder geval 421.17.6 op de kar liggen. Oh nee, plus inclusief trekker. Dat is genoeg. Gelukkig is het spanbandje vast. Anders zou het niet goed gaan. Waar ik je wankelt, hoef ik niet zo ver. Ik heb er drie lagen op, hè? Kan eigenlijk niet. Nee. Dus jij zegt alles lossen wat kan. Oké. Okay. Bij de McFishy, ja hoor. Ja, dat is hier zo. Dat ben ik bijna. Nou, dan doen we dat. Geld verdienen. Dat zal wel ching wezen. Ja, dat denk ik ook. Alleen die chips moet naar de supermarkt. Volgens mij. Voor mij verkopen ze bij een... Die kan ik hier niet kwijt zeker dan? Chips niet, denk ik. Die blijven dan staan op de kar. Volgens mij staan er hier nog twee pellets met chips. Als je toch naar achter gaat... Oké. In de opslag. Kijk, geeft u aan. Oh, er gaat wel een heleboel uit, hoor. Ja. Er is alweer 1 ton, volgens mij. Sommige doosjes blijven staan, ja. Ja, dat is chips. Dat kan. Hoe doe je dat hier? Zo, wie verdient ze weer vandaag? Probeer, ja, tuurlijk. Jij. Normaal geef ik ze uit. Ik probeer hier even die pellets voor jou eruit te halen. Oh, die nog weg moeten daar. Ja, ik kom eraan. Oh, het lukt. He, stond bij de verkeerde. Die staan nog als buiten. Ik heb 2 pellets met naturel chips. Die hebben we vorige keer. Maar nu ga je toch, die kan je bij de supermarkt gaan losstaan. Oké. Oep. Heb ik. Oké. Nou, dan naar de supermarkt toe.
Dan hebben we daar nog een rondje laden. Ja, de mail voor de aardappelpannenkoekenfabriek, denk ik. Oh. Ik weet niet wat er verder allemaal nog staat. Buitgranen voor de supermarkt. Ja, zal wel. Misschien. Ja, lang niet meer geweest. Precies. Ik denk dat er wel een vrachtje mail staat. Ja, dat kan ook nog. Ja, en dan zijn we weer rond. Oké. Okay. Lekker. Ja, ik ben ook, ik ben de silo een beetje aan het leegrijden. Leegmelken. Helaas. Ik denk dat ik ook nog een paar dingen moet gaan kopen binnenkort. Je krijgt er gewoon honger van, hè? Kaaschips, naturel chips, aardappelpannenkoek. Ja. Ik maar een half. Ik kijk hier even achterom. Het er eentje lachen. Ja, we hebben net gegeten, dus valt nog mee. Ja, precies. Hoe was af en toe lachen, hé. Straks lost hij maar een halve doos. Een halve doos? Zullen we de rest opeet? Ja. Ja, dat kan. Nou, doe maar niet, hoor. Oh, dit moest ik beter misschien eens even eerst gaan lossen hier zo. Dan kan ik in ieder geval een lege kar achterrij. Waarom moet ik lossen dan? Toch bij de Johnson's Farm Markt. Chips? Ja? Volgens mij kan het alleen maar naar de supermarkt. Wat moet een boerenmarkt nou weer met chips? Dat weet ik het. Is geen boerenchips. Boerenchips, ja? Boerenchips. Ik kan hier niks kwijt. Nee, oké. Okay. Ik dacht dat ik hier moest zijn. Dan ben ik mis met de supermarkt dat die daar is. Wist ik even niet meer. Oké. Okay. Het zwarte gebouw. Ja. Er ging ineens een lampje branden. Oh, motorlampje. Ja, motorlampje. Oei. Dat is niet goed. Nee. Ja, maar de John Deere die kan er tegen. Die vent had het niet gered. Nou, karretje leeg hoor. Ja, en wie verdient ze weer? Niks. Ik zeg niks. Even kijken hoeveel mail er uit de mailfabriek komt. Geen idee. Komt er wel uit. Dat weet je ook niet natuurlijk. Ja, ik ga eens even erbij staan. Ja, de spawner stond vol in ieder geval, maar... Het is ook een beetje overdreven om alles naar de aardappelpannenkoekfabriek te brengen. Ja. Zoveel mail gebruikt hij niet. Voor mij komt er niks meer uit nu. Gewoon één lading en een paar losse paletten. Oh. Ja, je kijkt maar. En anders zie je maar. En anders zie je maar, inderdaad. Goed. Ik heb 15 paletten. Oh ja, die kan je dan wel naar de dingen brengen. Ik heb ook weer gefaseerd lossen zeker. Nee hoor. Toch? Wat hebben we hier? Hier is ook nog iets achter de zuivel. Wat staan? Ja, kaas en boter? Ja, dat kan. Nee, kaas en... Ja, dacht ik wel op. Dit is... kaas... Chocola. Chocola. Oh, mooi, die kan je weer los bij de... Ja, kaas. Even kijken, hebben we nog meer fabrieken hier zo? Nee. Chocola kan sowieso naar de McFusie weer. Oeh. Ik heb wat ik hier nog? Oil. Twee paletten met olie. Ja. Oep. Dit is een olijfolie en een zonnebloemolie. Ja, we kunnen weer naar de frietfabriek. Nee, olijfolie. Hoeveel adressen moet nog langs rijden met al overal wat brengen? Kunnen we niet gewoon één stortpunt waar alle fabrieken in één keer uithalen?
Jij wil een groepage doen. Hey, ik wil niks. Jij bent een groepage aan het rijden. Ik zou zeggen, ik wil één stortbak, ergens, midden op de map. Ja, lekker makkelijk, hè? Waar alle fabrieken de spul uithalen. Ja, chocola moet naar de McFishy, maar de kaas moet naar de chipsfabriek. De mail moet ook naar de chipsfabriek. Dan kan ik misschien beter eerst de chipsfabriek weer naar... Hey, waar nou? Ja. Stap uit, stap in. Naar de chipsfabriek en dan de mail en de kaas lossen. Ja. Waarom ken ik geen melkwagen? Weet ik niet. Geen idee, je bent melkmeisje niet. Fabrieken zijn aan deze kant in ieder geval leeg, zover ik het weet. Dat is mooi. Dus je hebt nu kaas en chocola en meel. En meel en ontbijtgranen. Oké. Nou, de meel en de kaas moeten dus naar de chipfabriek. De ontbijtgranen, die moeten naar de McFishy toe en de chocola ook. En dan ben je leeg. Oh, is het erger niet? Alleen de olijfolie. Oh nee. Wacht even, straks moet ik weer terug. Want die zonnebloemolie kan er ook af bij de chipfabriek. Ja, die gaat vanzelf eraf. Dus dan moet je hem gewoon eerst over de chipfabriek rijden. Eroverheen zelfs. Ja, alleen die olijfolie. Het is niet makkelijk hoor, dat plannen. Oh, McFishy. Alles McFishy voor de rest, oké. Dus twee adressen. Nou, wat een zeurpiet ben je zeg. Oh, ik heb er ondertussen al genoeg gehad hoor. Twee adresjes, dat heb ik wel eens moeilijker gehad. Oh, ik hoop wel op 40 op een dag is niks. Daarom. volgens mij rijd ik een andere kant op als het nodig was. Oh. Of niet? Nee. Kom maar heel het in de richting. Speldzorg. Ja, toch goed gedaan. Speld op. Zorgen. Ik zal allemaal leggen, maar ik krijg echt geen trigger. Oh. Ik versta jou niet zo hard. Geen trigger. Waarom nou weer niet? Ik krijg een melklaaien. Je bent een beetje zachtjes, Richard. Hoe komt dat? Geen idee. Oh. Bij mij niet hoor. Nou, zo weten. Ja, precies. Goeiedag. Je hoeft ook weer niet naast me te komen zitten, hè? Dat is veel te ver. Sojabonen diesel. Sojabonen diesel? Is dat voor diesel dan? Nee. Oh. Kan je geen melk laden, Richard? Nee. Wat zegt hij nou net? Ik ga daar niet om liegen. Dan sta je gewoon op de verkeerde plek. Dat ken niet. Oh. Nou. Waarom ken dat niet? Nou, omdat er maar één plek is om melk te laaien. Gaat hier de mail eraf? Nee, hier gaat geen mail af. En jij had, even kijken. De trailer. Nou, olie ben kwijt. Mooi. Nou, nog even langs die andere hapsnurker. Ja, je zou hem moeten kunnen laaien hoor. Ja, maar kom maar zelf kijken. Wat dat hierin dan? Even rustig. Ja hoor. Nou, nu wel ineens. Ik ken dat nou. Ja, dat zag ik toch. Je bent me gewoon aan het plagen. Ja, ja tuurlijk. Wat denk jij nou? Oh. Gelukkig maar. Dit ben ik allemaal kwijt. Nou nog even langs de McFishy. We zijn alles kwijt. Alles kwijt? Ja, ik heb nog melk. Ik heb nog melk. Alles is op. Op. Helemaal niet op. Moet je eens in de silo kijken. Er zit niks meer in, man. Kijk, ze wisten dat ik kwam. De slag moet staan te lopen als ik aankom. Dat is goed. Dat is makkelijk. Ik ga lekker bijladen bij de multicow. Het is goed, ik ga niet met 4000 liter sojabonen rijden. Nee, dat zou ik ook niet doen. En maar weer geld aan geven. Ja.
We hebben het toch niet meer, dus. Ja, dan moeten we het zaaien. Ja, dat hebben we toch ook ergens wel het een en ander gedaan. Ja, maar. Ja. Het groeit niet hard genoeg. Nee, de tijd staat niet snel genoeg. Ja. En toch valt het denk ik wel mee, hoor. Toch? Toch valt het wel mee. Ja, ik weet het niet meer, hoor. 1. Ja, je kunt hem hier ook harder zetten. Oh, 1, ja. Dat staat er toch altijd. Ja, maar ja, daarom duurt het ook wat langer. Nou, en wie verdient er weer alles? Nee, wie verkoopt er weer alles? Hey, ik kan die olie niet kwijt. Jij zei toch olijfolie? Ja, wat is het anders? Uiolie. Het is geen uitje wat ik zie staan. Dat klopt. Daar had ik geen tijd meer voor. Het is hetzelfde symbool. Oh nee toch. Ja, dat kan ik dan niet zien wat het is. Gooi het toch in de opslag. Dan is het uiolie. Gooi het toch in de opslag. Waar is de zaak? Ja, nou ja, het is goed. Ik gooi het wel in de opslag hoor. Ja, en de Big Bags fabriek, de mout is net leeg. Dus Oké. Daar hoef je eigenlijk niet meer naar te kijken. Nou, dat doe ik ook niet meer ook dan hoor. Wees me niet ongerust. Mooi. En hoe lang zijn we nu bezig? Nee. Zo erg is het ook niet. Er moet een andere vrachtwagen komen. Er zit een gang in de kring. Sneeuw het af. Sneeuw. Sneeuw. Echt niet nieuw hoor. Echt niet. Nieuwe dag. Oh, en de losse. Nieuwigheid voor de bij de 50 ben? Ja, het is geen trek. Ik zou een ding maar verkopen. Of ik zou een deel dolly ervoor doen en dan die trekker ervoor hangen. Zo. Het paletje zit in de opslag. Mooi. Mooi. Nou, dan kunnen we gaan snurken, denk ik, zo meteen. Nee. Ik ben nog met mijn melk bezig, kom op zeg. Ja, kijk, dat jij natuurlijk niet opschiet, kunnen wij niet aan doen. JP hebt heel de map leeg gereden. Ik heb heel de map vol gereden. Jij bent nog steeds met je melk onderweg. Straks is hij klaar met zijn melk, is melkzuur. Ja, dat denk ik haast wel, ja. Of wordt dan karmelk? Dat is het nou wel, want ik heb hem niet gespoeld. Oh, ja, geeft niks. Melk met een dieselsmaak. Nee. Proef niks van. Nee, ze zullen blij wezen. Oh, hoe zit dit hier allemaal? Nou, dat zit goed. Ik ga even proberen een karretje hier te lossen dan maar. Oh, is dan een paaltje. Die zit ook op een andermans plek, dat is goed. Hup. Als ze problemen mee hebben, moeten ze zelf maar andere standen zetten. Oké. Okay. Zonnebloemen hadden we staan toch, want... Zonnebloemen? Ik zou even kijken voor jou. Zonnebloemen. Pinkie. Een mapje schuiven. Suikerfabriek draait ook nog. Ja, zonnebloemen hebben we staan op veld 28. Mooi. Ja, toch? Ja, alles zit wel redelijk... Hoe is het nou met die melk? Is die al eens een keer verkocht? Die wordt niet verkocht. Oh. Daar wordt boter, kaas en wat anders van gemaakt. Chocola. Dat levert dan ook weer niks op die melk, eigenlijk. Ja, op lange duur. Mm-hmm. Oh ja, dat zei ze. Zo. Mag geslapen worden. Hey, JP, wanneer ga jij die tomaten en die slaakkas neerzetten? Ja, weet ik veel. Als ik zo doorga, kom ik er niet aan toe. Jij wou kassen, toch? Ik wil wel eens een keer kassen, zeker. Vind ik leuk. Nou, en we hebben tomaten. Tomaten nodig. En sla. Veld 4. Nee, dat is voor iets anders. Veld 4 hebben we prakken. Helemaal vol met kassen. Eerst even een nachtje slaap. Ja. Ja, daar komt-ie. Ach, god.
JP wil slapen. Nou, ja, jij begon erover. Nee, ik niet. Oh. Ja, het hoeft niet. Moet niet op, dan moet je op escape drukken. Dan zei je, doen we niet. Ja, het kan al niet meer. Nee, daarbij te laat mee. Had je, dat moeten we zinnen, joh. Lekker makkelijk. Hey, het is weer leeg. We kunnen weer. Maar goed. We hadden het over kassen. Gaan we verkassen, ja. Of niet? Nee, we gaan niet verkassen. Nee, kassen bouwen. Kassen bouwen. Maar waar moet ik dan kassen bouwen? Waar? Pellets zijn op in de Franse frietfabriek. Dat vroeg. Oh, sorry. ja, waar mijn partij nu rijdt. Stop. Hier op het asfalt. Ja, wat anders. Weet ik veel. Hier hebben we nog plek, toch? Ja, het is wel een lekker scheurterrein hier zo, hè? Waar die trailer staat. In het verlengde bij die wasstraat. Ik heb toch wel kascomplex kwijt. Mike ook nog. Bij Mike ook zat kwijt, hè? Ja. Hier staat eigenlijk al best wel wat. Nee, ik kan eens even gaan spieken. Gewoon. Wat kost het? Wat doet het? Ja, nou. Als je het bij Richard neerzet, dan moet je weer ver rijden. Ja. Moeten we dan de groentes met de dieren mengen? Nee, dat is niet handig. Maakt mij helemaal niet uit. Wij ook niet zoveel eigenlijk. Broeikassen. We hebben er voor €3000 een broeikas. Die kan 1, 2, 3, 4 keer in de wasstraat. Zo klein. Pak ik een slag grotere, dan heb ik ze pas 2 keer in de wasstraat. En nog een slag groter, dan zijn ze bijna zo groot als de wasstraat. Zou ik lekker die doen. 10.000 kost die. Zeg je toch 2 neer. Kan er tomaat en sla in? Dit is sla, aardbei en tomaat. Nou, wat wil je nog meer? Komkommer. Oh. Sorry. Kromme jongen.